eigenlijk is dan dus de enige optie of de enige, het enige echte ding wat je volgens mij moet voornemen is geloof in wat je doet en dit en neem je echt voor. Nou, wat ik probeer over te brengen is vooral dat je je hart moet volgen. Als je films wil produceren moet je denk ik dat niet doen vanuit het beeld van daar kan ik beroemd of rijk of dat soort dingen mee worden. Je moet het echt doen vanuit een passie. Ik wil zo graag een verhaal vertellen. Niet doen, Natasja. Ik geloof niet meer. Je komt erbij en wonen, het wordt anders dan vroeger. Natasja, geen dingen beloven die je laat. Ik had echt het hele huis uitgekamd. Waar zat je, Mike? Natasja. Ja, ik ben zelf jonge filmmaker. Nog een onafhankelijke jonge filmmaker. En ik ben nog niet super ervaren. Dus dit is wel super mooi als je echt iets te horen krijgt van iemand die toch wel een van de grootste speelfilms in Nederland heeft geproduceerd. Die krijgt inzicht in hoe het in de Nederlandse filmindustrie te werk gaat eigenlijk. En dan vooral op productiegebied dan. Maar ook hoe je jezelf dan misschien als regisseur, of ja, hopelijk als toekomstige regisseur, rekening mee kan houden. Dus ja, dat je film maakt met een hart en met een passie erachter. We zijn nu bezig met Prooi, dat is een film van Dick Maas. En daarin hebben we dus soms een scènetje dan waarin alleen maar een auto of een politieauto het Vondelpark in moet rijden. En dan hebben we daar 35 wegafzetters bij nodig. Dus dat ziet er simpel uit, maar het shot is eigenlijk alleen park en rijden naar binnen. Maar we namen dat op vrijdagavond. Ja, dan is er heel veel mensen op de benen en dan moet er heel veel worden afgezet. Dus het lijkt dan heel simpel, maar het is toch productioneel best lastig om het goed op beeld te krijgen. Dit is dan een scenario. Dit is een nieuwe film van Dick Maas. Hij is natuurlijk een hele grote filmmaker in Nederland. En zijn hoofdmotto was van het verhaal moet altijd goed zijn. Wat je ook doet, hoe groot het budget ook is, het moet allemaal kloppen. En dat vond ik wel heel vernieuwend op sommige dingen. Onwijs inspirerend.